De gemeente Nijmegen is een actie gestart samen met de Voedselbank en Breng om ook de laatste kaartjeskopers nog aan de OV-chipkaart te krijgen. Klanten van de Voedselbank krijgen namens de gemeente een persoonlijke brief van de Voedselbank met het aanbod van een gratis persoonlijke OV-chipkaart, inclusief een reistegoed van 10 euro. Buspassagiers die een veel duurder buskaartje kopen, krijgen een flyer van de chauffeur met daarop het aanbod van een anonieme OV-chipkaart met 6 euro korting. Zij kunnen die bij het brengloket tegen betaling van 1,50 euro inwisselen voor de OV-chipkaart. De actie volgt op een motie van de SP die opriep tot één bustarief voor de hele stad. Dit past volgens de provincie Gelderland echter niet in het tariefbeleid Oost-Gelderland. Om ervoor te zorgen dat alle Nijmegenaren hetzelfde tarief betalen kiest de gemeente nu voor deze optie. De OV-chipkaartactie loopt tot 1 juni 2018 en wordt daarna geëvalueerd.